Dag Sherry. Hoi. Hi. Ik las in jouw bio dat je ouders hebben jou de naam gegeven. Klopt. Sherry, je vader, Diane, je moeder. Klopt, ja. Je moeder had een voorgevoel dat je artiesten zou worden. Ja. Waarop was dat gebaseerd? Ik heb geen idee. Ik denk in ieder geval niets tastbaars. Nee? Nee, want ze heeft natuurlijk bij geboorte die naam gegeven. Dus ja. Ja. Heeft ze nog gezegd waarop die gebaseerd was? Nee, heeft ze niet gezegd. Niet. Nee, ik dacht ook dat ze het verkeerd had heel lang. Ja. Oké. Okay. Want je hebt een muzikale opvoeding gehad. Op zich in het Caribisch gebied is dat niet heel opmerkelijk. Er was gewoon heel veel muziek in huis. 'S ochtends ging gewoon de plaat op of de radio aan. Ging we misschien dansen of niet. Maar dat was gewoon onderdeel van het leven. En dat was eigenlijk bij mijn hele familie bijna wel. Dus ik zag dat niet als een voorteken. Dat niet, nee. Nee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar welke muziek draaide je vader vaak? Van alles. Heel veel soul. Heel veel Motown. Maar ook Caribische muziek. Juan Luis Guerra. Maar ook country, even kijken, drukwerk, draaide die, André Hazes, noem maar op. Ook deze Amsterdamse artiesten, met drukwerk en André Hazes? Ik denk dat die muziek in mijn ogen althans heel veel soul heeft. En ik denk dat mijn vader zich meer aangetrokken voelt tot de ziel van de muziek dan een specifiek genre. En je moeder, wat draaide zij? Nou, eigenlijk was mijn vader in charge van de muziek. En dan eigenlijk als hij iets te gek vond, dan wisten wij binnen een week konden wij de tekst van het nummer. Ja. Oké. Okay. Ja. Wanneer mocht jij zelf ook platen opzetten? Oh, het mocht altijd. Alleen we vonden hem prima DJ. Okay, ja. Waren zij zeg maar ook qua werk in de muziek? Mijn vader heeft wel in een band gespeeld. Hij speelt zelf saxofoon en klarinet. Dat heeft hij heel lang gedaan. Toen ik vrij jong was, stopte hij daar al mee. Dat nogal wat veel dingen tegelijk lopen. En ja. Wanneer zeg maar, ben jij begonnen met het bespelen van instrumenten? Of heb je dat nooit gedaan? Ik heb nooit een instrument. Ik speel nu ook nog steeds geen instrument. Ik ben op mijn 27e begonnen met zingen. 27e? Waarom zo laat pas? Omdat ik het voordien niet wist dat het een mogelijkheid was. Maar zong je niet thuis dan? Ja, ik zong wel thuis, maar ik kreeg geen applaus of zo. Ik denk, mijn eigen verklaring is dat ik best wel een luide stem heb. En als je bij de muziekles op school of wat dan ook, kwam dat niet altijd per se over als mooi. En niemand werd er echt blij van toentertijd. Dus ik heb gewoon niet gedacht van, jij moet gaan zingen. En wat was de ommekeer? De ommekeer was, ik voelde me wel altijd aangetrokken tot dans en zang. En toen heb ik voor een rapgroep, ben ik gaan managen om een beetje dicht bij de muziek te zijn. En die hebben op een gegeven moment, hadden ze een zinnetje in het refrein dat gezongen moest worden. En eigenlijk bij gebrek aan beter vroegen ze mij om dat zinnetje te doen. En dat heb ik gedaan en het ging goed. Toen mocht ik volgende keer weer het zinnetje doen. En de keer erop mocht ik een heel refrein zingen. En toen klaagde het publiek niet. Hoe heette die rapgroep? Rewind. En wat was het zinnetje? Oh jeetje. Ik weet het niet meer. Ik heb echt geen idee. Dat is een goeie. I don't know.